is niets mooiers dan foto's in de openlucht maken als de omstandigheden goed zijn. Dus op een dag, toen de lucht helder blauw was en het land met sneeuw bedekt, ging een fotograaf op pad om foto's te maken van de serene en aantrekkelijke omgeving. Maar deze fotograaf had zich niet voorbereid op wat er uiteindelijk gebeurde. Hij zag een paard dat 6 wolven ontmoette. Blijf kijken voor het volledige verhaal. Terwijl de man door de weide liep, merkte hij een uitgehongerd paard op. Maar wat de aandacht van de fotograaf trok, was het ongewone scenario dat hij voor zich zag. Niet zeker hoe de hele situatie zou aflopen, haalde de man zijn camera tevoorschijn om het vast te leggen. Het paard leek op zoek te zijn naar eten. Hij leek echter pech te hebben, want er was niet veel begroeiing meer. Maar enkele ogenblikken later vond hij gelukkig wat gras. Maar er was een grote hindernis die het paard moest overwinnen. Het gras lag vlak naast een roedel wolven. Een terrein waar je absoluut niet wil zijn. Het paard kon maar beter omkeren, nietwaar? Maar niet zo snel. Misschien had elk ander paard rechtsomkeer gemaakt. Maar deze stond op het punt te bewijzen dat hij anders was. En hij deed iets dat de fotograaf beangstigde. Zonder zich zorgen te maken, liep het paard recht op de vegetatie af. Terwijl hij dat deed, richtten de wolven hun ogen onmiddellijk op hem. De situatie dreigde te escaleren. Bij de begroeiing aangekomen, begon het paard onmiddellijk te grazen. En de wolven versteenden. De fotograaf begon te zweten, wachtend tot de wolven zouden aanvallen. Maar het verliep niet zoals de fotograaf verwachtte. In plaats daarvan reageerden de wolven bizar op de situatie. En het overrompelde de fotograaf volkomen. Te midden van al die voortdurende emoties tussen de wolven en de fotograaf bleef het paard onverstoord grazen. En in tegenstelling tot wat de fotograaf verwacht had, spanden de wolven niet samen tegen het paard. De wolven waren verrast door zijn kalmte en rust. Net toen de fotograaf dacht dat hij alles gezien had, gebeurde er nog iets opwindends. Toen het paard naar een ander stukje gras liep, trokken de wolven zich terug. Het leek alsof ze zich bedreigd voelden door de dapperheid van het paard. Enkele ogenblikken later leek het alsof het paard tevreden was met zijn lunch. De fotograaf verwachtte dus dat hij weg zou lopen. En hij nam ook aan dat de voorstelling ten einde was. Maar hij had het mis. Er gebeurde daarna iets heel vreemds. Het paard deed iets wat ongepast te noemen was voor zo'n situatie. Het paard boog zich plotseling voorover. Toen begon hij in de sneeuw te spelen alsof hij een veulen was. Op dat moment kon de fotograaf het niet langer aanzien. Dus schreeuwde hij en zijn metgezel die ook had staan kijken plotseling nee. Ze konden niet geloven wat het paard aan het doen was. Vervolgens lag het paard met zijn rug in de sneeuw. Toen zwiepte hij een klont sneeuw omhoog en die spat in het rond. Maar deze beweging was nog maar het topje van de ijsberg. Tot de grootste verbazing van de fotograaf en de wolven begon het paard in de sneeuw te rollen. Hij rolde heen en weer. Hij amuseerde zich en het interesseerde hem niet dat iemand naar hem keek. Eindelijk, na een goede maaltijd en wat plezier, stond het paard weer recht en schudde de sneeuw van zijn lichaam. Het paard had zich als de leider gevestigd. En de wolven konden niet eens ophouden met zich af te vragen waarom het paard niet bang was voor hun aanwezigheid. Nogal een dapper paard. In het volgende verhaal maakt een paard Jack Frost een onwaarschijnlijke vriend. Ruth Moore woont in Levington met haar 7-jarige ruin Jack Frost. Het duo woonde er al een jaar samen toen op een dag Jack Frost in de belangstelling kwam te staan. Het begon allemaal toen de buurvrouw van Ruth buiten was. Die dag spotte ze iets bijzonders. Wat ze zag was zo vreemd en toch mooi dat ze het niet kon laten foto's te maken. Eerst zag ze een kaneelbeer die nog maar een jaar oud was. Het is vrij zeldzaam om beren te zien in de heuvels bij het stadje Levington, want ze begeven zich zelden in het weiland. Maar die dag was deze beer buiten. Het zien van het dier was echter niet wat Ruth echt zo verbijsterd maakte. Het was het feit dat de kaneelbeer heel dicht bij Jack Frost stond en de twee van elkaars gezelschap leken te genieten. De buurvrouw van Ruth was verbaasd omdat paarden een hekel hebben aan de geur van beren, waardoor ze nooit in hun buurt blijven. De moed en dapperheid van Jack Frost ontroerde de buurvrouw van Ruth. Nadat de buurvrouw de foto's had gedeeld, interviewde Horse & Hound Ruth. Ze vertelde hen over de nieuwsgierige aard van Jack Frost en voegde eraan toe dat hij alleen maar vriendschap wilde sluiten met de beer. Een goede zet! Dit paard laat zien hoe belangrijk het is om onze harte wensen te volgen en alleen te doen wat ons gelukkig maakt, ongeacht de omstandigheden. Net als Jack Frost deed een ander paard ook iets dappers in een nationaal park in Florida. Crystal Berry en haar vriendinnen waren onlangs geslaagd voor de verpleegsteropleiding. Om deze prestatie te vieren gingen ze naar het Paynes Prairie Preserve State Park in Micanopy. Toen ze daar aankwamen gebeurde er iets interessants, dus haalden de meisjes hun camera's tevoorschijn om opname te maken. Enkele paarden graasden in de buurt van een alligator.
Terwijl dit enige tijd zonder problemen voortduurde, gebeurde er plotseling iets vreemds. Gewoonlijk zijn paarden bang voor alligators, maar dit paard bleek anders te zijn. Een van de paarden stormde plots op de alligator af. Het liep twee keer over het reptiel heen voordat het boos terugsiste. Als reactie probeerde de alligator het paard te bijten. Maar net toen Barry en haar vrienden dachten dat het uit de hand zou lopen, trokken de dieren zich terug. Het paard galoppeerde weg, terwijl hij zijn ogen gericht hield op de alligator, die ook naar de andere kant van het veld kroop. Toen de meisjes klaar waren met de opnames, vroeg Barry de parkwachters om te controleren of de dieren iets was overkomen. Gelukkig hadden ze geen verwondingen. Geweldige verhalen tot nu toe, of vind jij van niet? Dit volgende verhaal over een dapper paard, Jenny, zal je ook opvrolijken. Jenny en haar baasje, Werner Weischel, hadden altijd een mooie band gehad. Ze gingen vaak samen op lange wandelingen. Na verloop van tijd raakte men er zo aan gewend hen samen te zien. Zodanig dat, als er één afwezig was, mensen bezorgd werden dat er iets gebeurd was. Jammer genoeg ontneemt de tijd ons kostbare momenten. Dat was het geval in de relatie van dit duo. De ouderdom begon Werner parten te spelen en hij kon niet langer de gebruikelijke ochtendwandelingen met zijn paard maken. Dus zou Jenny de band die ze ooit deelde verbreken? Blijf kijken om te ontdekken wat dit dappere paard deed. Het begon allemaal op een ochtend. Werner opende het hek naar hun tuin en Jenny ging voor het eerst alleen wandelen. Iedereen had kunnen denken dat Jenny het maar een paar dagen of weken zou doen, maar ze was meer dan blij om alleen op deze wandelingen te gaan. Ze vond het heerlijk om de wegen, spoorwegen en steegjes te verkennen. Om te voorkomen dat mensen bang werden, hing Werner altijd een briefje aan het halster van Jenny als ze haar ochtendwandeling ging maken. Het briefje informeerde voorbijgangers dat Jenny hen geen kwaad zal doen en dat ze alleen een wandelingetje maakt. Jenny werd al snel bekend in de buurt en iedereen keek er naar uit haar te zien. Het duurde niet lang voordat ze de mensen in de buurt begon te herkennen en ze begroette hen door te hinniken. Jenny genoot ook van speciale tractaties van de mensen die halt hielden om haar op het hoofd te tikken. Op een keer schreef iemand een mooi gedicht en bevestigde dat aan haar halster. Het gedicht ging over hoe Jenny dezelfde weg nam die zij en haar eigenaar gebruikten toen ze samenreden. Elke keer als Jenny vertrekt voor haar ochtendwandeling, wacht Werner bij het hek op haar terugkeer. En als hij haar ziet aankomen, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Hoewel sommige mensen hun wenkbrauwen fronsen bij de wandelingen van Jenny, doet ze dit al meer dan 14 jaar zonder een incident te veroorzaken. Jenny doet dit ook om te laten zien dat ze om haar baasje geeft en ze herinnert zich alle momenten die ze ooit deelde. Wat een mooi verhaal! Dit volgende over een paard, genaamd Charmer, zal je versteld doen staan. Op 31 december 2020 waren Beck Winter en haar nichtje Katie druk bezig de kinderen voor te bereiden op oudejaarsavond. Aanvankelijk verliep alles vlotjes, tot Katie iets ongelooflijks opmerkte toen ze buiten kwam. Overal viel as en overal hing rook. Een verwoestende brand was uitgebroken enkele kilometers van hen vandaan. Katie haastte zich terug naar binnen en vertelde Beck over de beangstigende situatie. Er ontstond al snel tumult en iedereen panikeerde terwijl ze een ontsnappingsplan probeerden te bedenken. Katie nam uiteindelijk de kinderen mee in de auto en ze vluchtten naar een nabijgelegen strand. Nadat de anderen weg waren, bleven alleen Beck en haar paard Charmer achter. De situatie verslechterde, de lucht werd donker. In het heetst van de strijd zette Beck snel het zadel op Charmer en ze klom haastig op zijn rug. Charmer was een groot deel van de familie geworden en ze kon haar op geen enkele manier achterlaten. Tijdens het rijden kon Beck nauwelijks nadenken, de angst had haar in zijn greep. Maar er was iemand die nadacht, Charmer. Het was alsof ze wist dat ze op een missie waren om te overleven en ze was vastbesloten om door te zetten. Op een gegeven moment wist Beck niet eens meer zeker of ze nu recht naar het vuur liepen of niet. De hitte van het vuur was bijna ondraaglijk. Omdat het hele gebied bedekt was met rook, kon Beck niets zien. Maar ze vertrouwde erop dat Charmer haar in veiligheid zou brengen en het dappere paard stelde niet teleur. Uiteindelijk bracht Charmer hen in veiligheid. Toen Beck van haar paard afstapte, brak ze in tranen uit en gooide haar armen om het paard. De twee hadden net een afschuwelijk moment doorgemaakt en Beck was haar redder en erg dankbaar. Na het incident werd Beck geïnterviewd en zij erkende Charmer als haar held en voegde eraan toe dat hij haar leven 100% heeft gered. Rolf Koppelen zei ooit, er zijn veel prachtige plekken in de wereld, maar één van mijn favoriete plekken is op de rug van mijn paard. En dankzij deze verhalen zijn wij daar helemaal mee eens. Welke dappere daden van paarden ken jij? Deel ze in de comments!